Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanochtend komen er nog wat wolkenvelden voor, met name in het noorden en de oosten van het land. Die trekken geleidelijk aan weg. Dan schijnt de zon flink. In de middag ontstaan er geleidelijk aan ook wel weer wat stapelwolken, maar het blijft droog. Halverwege de ochtend is het al boven de 20 graden en vanmiddag wordt het 23 graden aan de kust tot lokaal een tropische 30 graden in het oosten van Brabant of in Noord-Limburg. De wind waait zwak of matig uit noordelijke richtingen. Vanavond zijn er ook brede opklaringen en zeker in het binnenland blijft het een tijd lang nog warm, boven de 20 graden. En in Limburg zelfs op enkele plekken nog een tijd lang zomers. Morgen opnieuw een dag met geregeld zon, maar in het zuiden komt steeds meer bewolking. En later op de dag zou daar misschien een enkele regen- of onweersbui kunnen vallen. Het wordt 24 tot 30 graden bij een matige wind uit noordoostelijke richting. Ook op zaterdag valt er verspreid in het land een enkele regen- of onweersbui, maar op veel plaatsen blijft het ook droog. Op zondag en maandag blijft het sowieso op de meeste plaatsen droog. De middagtemperatuur blijft zomers rond de 25 tot 27 graden. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.